aan het woord, is geen probleem. Dag Michaelke, dit is mijn showcase. Dus kijk, ja. Je hebt daar juist Minecraft gezien. Ja. Ik heb hem, ja, creatief nu. En ik verwijder dit voor naar mijn huis te gaan. Huis, boom, ja. En hiermee kun je varkens lokken. En dan kun je zorgen dat ze op u graag hebben. En kun je zorgen dat ze, ja, gewoon, ja. Kijk, ik zal u eerst eens al mijn dieren, mijn slachterij. Wacht eerst op L drukken. Kijk, hè. Voilà, alles is licht. Dat is zo'n cheat. Koeien en een nieuw zwemmen. En schapen. Hè. Ja, de koeien zitten hier in de weg. Ja, die slacht ik straks maar dan, hè. Kijk, schapen, nu zwemmen, koeien. Van alle dingen. Ik weet het, nu zwemmen bestaan niet echt. Ik ga eerst een keer een dierke afslachten. Geen schaap. De arme schaapke. De schaap. Die koes. Shit. Ik ga dan niet doen. Nee, kom maar weg. Koes weg. Hier is de dan moet mijn knop. Mijn koes. Dat er hier nog een knop komt. En voilà. En voilà ze. Ze gaan onszelf doen. Hey, dood. 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 Oh shit, dat is toch een koeien. Daarom haat ik dus koeien op Minecraft. Hij komt koes, weg, 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 weg. Nee, andere kant, andere kant, andere kant, andere kant. Straks vermoord ik hem hier. Ja, eindelijk. Kom aan, dit verpest mijn huis hier. Dit is de showcase. Dit is een show. Ik doe nu hoe mijn huis er uiteindelijk uitziet. Verwijder ik ook. Ja, dat had ik ook. Oh, net weggen. En daar verwijderen dan. Dan zet ik wel een nieuwe. Dat is niet zo erg. Minecraft. Voilà, de deur gaat open. Ah, dat kon ik doen. Ja, ik kon dat bord laten. Maar ja, dus je weet, ik heb koeien, luizamen en schapen. Wat is dat allemaal? Koeien, luizamen, schapen. In dit huis. Daar kun hij waarschijnlijk later mee. Maar nee. Nu ga ik de... Dus ik heb nu ontsnapt. Twee hekken. En de kippen ontsnappen niet nog. En ik ga de kippen nu echt opletten. En die leggen eieren. Dat is vrij makkelijk eieren. Ik heb nu één kip afgeslacht. Dat is goed. Nu zijn er hier normaal. Nee, nog niet. Dat ga ik dan niet doen. Normaal mogen kippen hier niet in, tenzij dat huis is slecht. Want dat is hier een kleine ruimte, kunnen ze niet ontsnappen. Voilà, afgeslacht. Dus ik heb hier, ja. Ik ga vlug eerst een kip over zetten. Normaal kwam dat niet in het filmpje voor, maar ja. Kijk. Ik heb er drie nodig. Ja, ik weet, ik heb twee geselecteerd. Maar bij, als je dingen bouwt, moet dat niet. Moet je zelf. Alleen maar selecteren. 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 Voilà. Ik ga er hier 6 hebben. Ja, je hebt wel nog veel hout nodig. Voor dingen te branden. IJzeren deuren heb ik niet meer nodig. Waarschijnlijk. IJzeren ook niet. Dat heb ik straks pas nodig. Voilà, IJzeren deuren heb ik wel nodig. Bedoel. Oh, het belangrijkste ben ik vergeten. Dat kunnen we met twee dingen doen, hout of een soort stofachtig iets.
staat hier ergens bij. Hier staat dat bij. Dat is tofachtig iets. Ah, cool! Cool moet dat. Steenkool of steenkool moet je hebben. Ik pak er nu 10. Ik reserve een paar. Ah, en een kompas, dat is ook heel handig. Je kunt daar eten mee maken. Allee, je hebt al eten, dat kun je rauw opeten natuurlijk. Maar als je daar kool zet, dan moet je zien wat er gebeurt. Echt handig. Nee, eieren kunnen niet branden. Dat vind ik wel jammer. Gebraden kip krijg je dan. Ja. Hij komt hier of ik slacht hem eraf. Hè. Nee, hij gaat toch open, hè. Voilà. Die braad, die haakt ze niet toe. Kijk eens hier. Eentje afslachten. Ja, waarom dat ik 2 deuren zet? Kippen zijn dieren die ook maakt met de koepen springen. Voilà. Waarom dat ik dat pak? Zullen we straks... nee, dat heb ik niet nodig. Dat pak zullen we straks zien. En mijn varkens niet in goede vinden. Ik geef ze allemaal een paar liefde dingen. Hartjes. Bijna allemaal, toch? Als ze bijna niemand ontsnapt. Ik heb hier ook spawns gezet voor varkens. Dat kunnen ze... Kan ik er nog een paar zetten, niet als ze terug tot leven moesten komen. En ja, daar heb je hoes. Hier heb ik ook kogels. Ik heb tijdelijk achtervolgens ze mij bijna allemaal. Hier blijven. Kom allemaal naar hier, allemaal naar hier. Voilà, het is fijn. Nu gaan ze binnen lopen. Hup, te doen. Ja, jammer dat dat voor en ook niet gebeurt. Ergens goed. Dus kijk, wat ik nog allemaal heb. Je ziet hier? Dat zijn mijn huisdieren, die doe ik nooit. Dood. Alex, ja, de dieren. Hier heb ik iets. Wacht, waar staat dat? Ik ga hier een paar vakjes zetten. Want ja, je hebt wel meer leef, maar sommige dingen kunnen nog niet zien. Monsters. Ik heb een creeper, de gevaarlijkste van allemaal. Daarom dat ik kans een huis van over heb. Die ontploft niet. Ja, ik weet het, het is er maar één. De andere zijn verdwenen. Weet waarom dat die ontploft? Er zit dynamiet in hun lijf. Dynamiet. En heb ik nog zombies en nog andere dingen. Die zitten niet in deze, die zitten in steen. Ja, hier. Er zitten die in de bij uitspelen. En ik ga nu vlug, speciaal voor u, doen we een lange ruimte gemaakt. Dus kijk, ik heb zoiets gemaakt in een ruimte gewoon. What the fuck? Hier, dat kan niet. Dat was even Wat? Als ik hier ijzer tegenkom, is dat niet goed. Ik weet waarom niet. Dan heb ik het straks goed. Nu je monster zet, eigenlijk moest dat bij dieren staan, maar ik zal het nog bij monster doen. Ah ja, ik ga spinnen zetten. Ja, spinnen. Spinnen zijn hier gevaarlijk op mij, hè? Allemaal langs de zee. Niet alleen gigantisch, ze zijn ook giftig. Dat is een beetje een reality. Ja, normaal moet dat al hier niet staan. Ja, ik weet het. En als je een klein beetje ruimte maakt. Dan ga ik het hier niet doen. Die zijn niet makkelijk anders. Ja. Dan weet je ook wat ze doen als ze afgemaakt worden door een meester van afmaken. Voilà. Is dat nu een varken? Interessant.
We kunnen dus ontsnappen. En nu zetten we dat hier op. Aan de rekening. Ja. Dus je hebt dit kleine ruimte, maar ook een gevaarlijke ruimte. Nu eindelijk. En nu heb je nog een knop nodig. Even kijken of dat ik het nog niet bij heb. Ja, ik en twee dingen. Een kompas en een kleur. Dat heb ik niet. Jawel. Inderdaad, ik heb mijn. Mijn bord loopt. Shit, ik heb op iets gedrukt. Dan zie je alle blokjes. Ah nee, ik heb op R gedrukt. Dan zie je alle redstone. En redstone is iets heel belangrijk. En in mijn huis is dat veel redstone. Ja. En hier zet ik ook nog zo'n deurtje. Voilà. En hier zet ik een bord spinnen. Ja, het spinnen. Slash vuurlozen. Ja, je kunt spinnen betrouwen bij vuurlozen. Oké. Ik zal het doen. Een bordje. Spinnen. Vleermuizen. Ender. Nee, gewoon spinnen. Ga ik gewoon zetten. Want er zijn twee verschillende soorten. En ik ga dat gewoon nog één ruimte maken. Met waarop staat. Monster Street. Want je hebt hier kei veel monsters. Op mijn kant. Spaal Cooper, maak weg. Fakkel. Hadden. Weg. En spinnen kunnen inderdaad echt klimmen. En op Minecraft ook. En dat lukt niet. Voilà. Dus pas dat nodig. Wauw. Achter. Als er een tv ziet, toevallig. Hier is het in de ja, doe je dat? Zijn ja. Oké. Ga je geen vlees willen trekken, hè? Nee, dat doe ik nooit. En een groep is het ook. Oké, dus. Daar is de spullen. Ja, we moeten nooit wachten. Dat is dat niet. Toch niet van de buurt staan. Ja, en ja, nu zit ik echt vast. Laat de deur weer open. Ah, shit. Ja, de deur gaat zo. En draad heb ik ook weer open. Ja. Ik ga niet verstoppen. Blijkbaar. Dat zijn genoeg spullen. Ja, ik heb het niet in het leven. En even de kaart. Dit spullen zijn heel groot. Ze zijn heel groot. Ja, nu maak ik een monster. Ah, daar had ik het niet aan gedacht. Voilà. Monster. Hier zet ik dus iets monsters 2. Hier zet ik gewoon een deur van metaal. Omdat die nog gevaarlijker zijn. Kijk. Monsters 2. Maar ik zet altijd bij monsters zo. Die dingen die gevaarlijk zijn. De wortel aan een stok. In mijn stok. En ik maak verschil. Gooien. En als dat metaal tegenkomt, want ik ga opnieuw gewoon metaal zetten hoor. Slimmer. Dieper, verder bedoel ik. Ja, verder. Ja, ik weet het, ik ben aan het overdrijven van lengte. Ja, hier zet ik mijn vleermuizen dus. Dus vleermuizen, die moeten op een heel erg donkere plek zitten. Anders ontsnappen ze meteen.
leuk is omdat die weg bedoel. En het mag een grote zijn. En het liefst onder de grond ook. Dus maak ik nog iets dat met trappen dat onder de grond gaat. Daar. Dus je ziet, dit is een beter. Maar nee, het komt. Ja, is het wel genoeg. Dus ja, we zetten de vleermuizen nooit alleen. Dat is te gevaarlijk. Ah, perfect. En waarom zet ik vleermuizen niet alleen? Dat is zeer straks. Maar ja, ik maak iets waar dat vleermuizen zitten. En je moet hier ook nog blokken loszetten. Dan verricht je eigenlijk een soort wonder. Dus hier, ja, vleermuizen. Ja, weet waarom? Endermannen. Die maken hun eigen grot. Daar moet je geen nest maken. Want ja, bij mijn dieren ga ik... Allee, dieren, niet monsters. Moet je een nest geven. Raar. Maar enders, die maken een nest. Enders mannen zijn zeldzaam te vinden. En op creatief zet je ze waar je wilt, wanneer je wilt. Dus zet ik hier, pak ik een spawn, creeper, ender, hoog, enderman. En vleermuis, dat doe ik straks. Oké, en nu pak ik een paar blokken. Nee, keisteen, die hoogsteen. Een diamond zwaard nog weg. Een knop niet. Kijk, dus je zet al dat daar, daar zo'n beetje echt zo rommelig zetten. En de mannen sorteren dan een beetje. En zetten dat op een bergje. Oh, en kijk, en de mannen niet in de ogen. Of ze maken een vreselijk geluid. Dat u verdooft in het echt. Maar op Minecraft bijvoorbeeld niks. Kijk, ze zijn al bezig. Ze pakken gewoon plakken. Je moet altijd naar beneden kijken als er een enderman is. Maar ja, hij is een nieuwe huis aan het maken. Alleen een huis. Dingen voor endermen eigenlijk. Ja, dat zou kunnen overleven. En ze gooien geen voorwerpen. Daar heb je geluk bij. Dus als ze u aanvallen, zo rap mogelijk naar beneden kijken. Als je tot ze biedt een survival zit. Maar ja, daar zijn ze wel staan voor te vinden. Dus daar moet je geen bang voor hebben. Want in... Kom hier, kan doen. Je kunt ze alleen doden met diamond zwaar. Anders zijn ze ontsterven. En aard ook nog. Ja, ik ga nog trappen zetten. Ja, ik weet het, dat is raar. Maar vleermuizen leven alleen in putten. Je moet gewoon zoiets dat je hebt. Een perfect ding voor vleermuizen. Kijk, dit is perfect voor vleermuizen. Allee, nog niet eigenlijk, Michael, maar... We zullen wel zien. Ik moet hier zo een beetje groter maken. Dan zie je het wel. Ah, shit. Dat mogen we nooit hebben tegenkomen, zo'n steen. Dat is echt ambetant. Ik zal zeggen dat jij dat nooit tegenkomt. Maar jammer genoeg komt iedereen er tegen. En nu pak ik spang vleermuis. En heb de vleermuizen. En ze hangen ook. Ze hangen aan het plafond tot als jij komt. En ze hangen nu eigenlijk maar aan het plafond. Ik vind het wel. En hier zet je wel een deur. Want endermennen en vleermuizen kunnen niet samen zetten. Spawndeur. Kom aan, spawndeur. Nee, daar nee. Dan zet je die endermennen. Als jij met server komt. Hey, ender. Ja, endermennen kunnen teleporteren. Maar die is gewoon niet.
kijk. Ah nee, dat mag niet. Ai, ai, ai. Ze leven met zijn boog hier. En de Enderman is toch dood. Maar ik spaan een nieuwe. En die slijks niet. En kijk, ik zie hier niet meer. Ik ben een filmpje aan het maken voor Michael. Jij hebt niet gezegd. Ja, maar nu is papa weg. Ja, wat heeft dat ermee te maken? Ah ja. Andere mannen. Vier muizen, voilà. En nu zetten we een lampje. Echt, kut, kijk. En voilà. Zo maak ik dus ook een huis. Maar ja, in het volgende filmpje vind ik u nog uit. Minecraft is installeerd. Kijk, dit kun je ook doen, hè. Met Alex ga ik het doen. Want de andere varkens hebben niks. Dat is voor de rapper te laten gaan. Voor de rest moet je nog zeggen. Ja, soms mogen we die niet krijgen. Ik ga hem eens testen of dat hij aangevallen wordt door de zon. Oh nee, dan krijg je een zombie varkpik. Zombie pik. Ja, monsters. Dieren. Eens kijken of dat deze allemaal hebben. Nee, dat is een dier en een monster. Een monster. Ja, maar. Zo, dat is nog niet deze monster. Ja, gaat er maar in. Mocht. Dat durft niet. Maar nooit de dier ook laten. Als het hek van die dier lopen staat. Nooit. En dat is een hek alleen voor u te beschermen. Die dieren. Wacht, ik ga hem er weer in. Kom Alex, kom. Ja, Alex luistert direct. En waar gemikt met je wortel, daar gaat hij. Nee, duurt niet. Kom Alex. Waar de wortel is, gaat Alex. Ja, het is een bakker. Geen hoop inderdaad. Maar ik ga ook in maak met weer. Bij dieren niet. Maar ik ga hier boven in mijn huis zitten. Ik doe nu niks. Weet je wat we doen met onze dieren? We doen nu echt niks. Tenzij dat je dieren hebt. Dan durven ze wel aan te vallen. En gasten, die moet je echt een grote ruimte geven. En dat is eigenlijk niet om je te beschermen of zo. Nee, dat is gewoon waard. Maar kubussen zijn gevaarlijk. Zilvervis, grote man. Een grote spin. Enderman heb ik net getoond. Kijk, ja, wolf. Ja, wolf. Ja, ik verzaak ook doen. Dat zijn de dingen die ik vandaag nog ga doen. Dus ik zal hier een putje graven. En ik ga dat vullen met water natuurlijk. En daar zitten dan ook de pussen in. Ai, nee. Waarover dat ik het had, over Enderman grotten, dat is er één. Deze dieren heb ik niet zelf gespaand of zo. En ik heb ze ook niet zelf hier gezet. En die drie, dat is uw kracht, hoe sterk dat je bent. Hoe krachtig. Alright. Ze mogen daarin als ze door willen. Ik zet ook maar een beetje water gewoon. Kijk eens op de inktvis heb ik dat weer. De inktvis bedrinken. Verdrinken zou ik wel zijn menswater. Alex, Nina, maar. Oké. Een ocelot weet ik niet meer echt wat het is. Ah ja, dat is een ocelot. Dat ga ik niet voelen vandaag. Ik doe nu niks ten eerste, maar toch ga ik het niet doen. Dank je. Allee, ik doe ze allemaal vandaag nog. 24 ga ik dat doen. En dan ga je helemaal zien. Oké, okay, dus lekker zien. Dan wacht bij de deur. En de knop ook dan. Lekker. Of dat het goed is. Punch. Ziet je daarom spawn moet je dus nooit
zonder water op tegels spuilen in dit spel. Nee, dat is het. Dit heb ik nodig. Kijk. Dit is... Ah, ik had de deur niet wel opgerond, maar ik zal wel een foto zetten. Kijk maar. Dit is voor de inktvis. Grappig, ik weet het. Ik ga wel één ding nog opzoeken straks. En dat ga ik u dan ook leren. Op creatief. Dus mijn eerste filmpje is klaar. Straks zie je het weer maar. Inktvis. Rot. Voilà. 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 Het filmpje is klaar, Michael. Bye bye.